Ik weet hoe een jongen denkt, ik weet hoe een jongen voelt, ik weet hoe een jongen in elkaar zit. Niet een meisje. En die seks moet er gewoon uit elkaar halen. Dit is Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland. Serieus? En het kleine broertje van. Oui, oui, oui. Okkie en ik bewandelen de route die Lodewijk in 1809 aflegde om kennis te maken met zijn onderdanen. Ja, die is hier al langs gekomen. Ja, hier kwam hij binnen. En daarbij hebben we wonderlijke ontmoetingen. Geweldig. Lijkt wel een museum hier. Welke invloed heeft Lodewijk op ons gehad? En wat kunnen we daar nog van terugvinden? Oosterhout, ooit een dorp, nou een stad. En hier staan we op het Basiliekplein, de markt, onder de grote kerk. En daar weet ik hier verder niet zoveel van, Orkie. En daarom heb ik een afspraak met historica Kok Gorrissen. Merlijn, hoi. Dus. Dat is Orkie. Hoi. Ooit heeft iemand gedacht, het bezoek van Napoleon, Lodewijk Napoleon, is zo belangrijk dat we er een raam aan besteden, wijden. Ik denk dat ik hem zie. Ja, hier zit hij in zijn gele koets. In zijn sjees. In zijn sjees. Ik zie 25 april 1809 bezocht koning Lodewijk Napoleon Oosterhout. Ja. En belooft de teruggave der kerk te bespoedigen. Dan zie ik ook nog een hondje. Ja. Wat is dat met dat hondje? Dat is het hondje Tiel. Het hondje Tiel? Ja. Napoleon was als zoals een goede koning betaamd in Tiel. Daar was de boel overstroomd en daar liep een straathondje. En dat sprong bij hem in de koets en dat is daar gebleven. Ah, ja. Wat lief. Ja, dus het hondje ging verder overal mee naartoe. Een barmhartige koning. Ja, het was een barmhartige koning en het hondje was een trouw hondje. Ja. Maar, ja. Maar? Ja, het is slecht met het hondje afgelopen. Oh? Want toen in 1810 een Napoleon, Bonaparte, zijn broer, vond dat hij toch maar geen koning meer moest zijn van Holland. Yeah. Toen is hij dus vertrokken, want hij moest wel. Yeah. En het hondje ging toen niet mee, het rende de koets achterna en het is overgereden. Ah, door de koning zelf? Dood, ja. Honden, ja. Juwe, een akelig verhaal. Ja. Het hondje Tiel. Het hondje Tiel. Ach. Ja. Teteringen die kant op? Teteringen die kant op. Teteringen die kant op, Okkie. Zeker. Welkom in Teteringen. Daar is Lodewijk Napoleon gewoon erin gereden. Breda. Ja, Breda. Dus. Ook in Breda werd de koning weer groots ontvangen. Opmerkelijk was dat hier zelfs de hoeren een eigen spandoek voor Lodewijk hadden opgehangen. Volgens stadsarchivaris Ince Alkema komt dat allemaal omdat Breda destijds een garnizoenstad was. Hoeveel soldaten waren er in Breda? Oh, duizenden. Duizenden? Ja. Die hadden natuurlijk allemaal hun behoeften. Die hadden hun behoeften, ja. In de tijd van Lodewijk Napoleon lag de Rossenbuurt meteen naast de soldatenverblijven. Aan de achterkant van de stallen bijvoorbeeld. De koning kwam aangereden en toen zeiden de dames, die sprongen voor die koets. Ja, die zal niet hier door het steegje zijn gekomen, maar ergens aan de betere kant van... En zeiden ze, hey, monsieur Leroy. Ja, luister eens. En die zongen een liedje. Of die hadden een gedichtje. Ja. Doe ik het of doe ik het? Maar. Wees welkom koning, wees welkom held. De Keizerstraat en het Nonnenveld zijn versierd met kronen. Waar alle hoeren wonen. Verleen Breda goed garnizoen, want de burger kan het niet meer doen. De hemel zal het u lonen. Ja. Dus dit is eigenlijk gewoon een, nog niet eens verhuld, maar gewoon een smeekbede om meer hoerenlopers. Ja. Meer soldaten. Want het volk van de burgers van Breda, die kunnen we niet opbrengen. Om aan te tonen dat Breda in die tijd veel meer was dan alleen prostituees, die om meer klandizie vroegen, neemt Ince ons mee naar de plek waar de meest deugdzame dames woonden. Het Begijnhof. Wauw, was dit er al toen Napoleon hier was? Dit was er, ja. En hier woonden die vrouwen dan? Die hadden allemaal hier een eigen huisje. Potverdrie, kijk dit huis, zeg.
Ja, dit is voor de meneer pastoor van deze kerk gebouwd. Hey Martin. Hey, hallo. Dag Martin. Goedemorgen. Ik dacht serieus dat je priester was. Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat komt door mijn witte. Het is een kruising tussen een trui en een kooltrui. Ja. En dan heb je dat dingetje, het witte dingetje eronder. Dat is gewoon een overhemd wat eronder zit. Maar je krijgt een beetje. Je hebt het kapsel zoals je nog vroeger in de jaren 30, 40 zag bij opa's en mensen die op oude zwart-wit foto's hun haar gecoiffeerd hebben. Nou goed, dat terzijde. Deze vrouwen die kozen er niet voor om in een klooster te gaan. Op het moment dat je in een klooster gaat, dan raak je je bezit kwijt aan het klooster. Ja. Je hebt dus eigenlijk geen zeggenschap meer over je eigen leven. De leidinggevende zegt, jij gaat dit doen of jij gaat dat doen. Ja. Bij de Begijnen lag dat heel anders. Die Begijnen die kozen niet voor het klooster. Die kozen ook niet voor een huwelijk met een man. Want als zij met een man trouwden, dan gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Het bezit van de vrouw ging over naar de man. Tot 1957 heeft in de wet de regel handelingsonbekwaamheid voor vrouwen gegolden. Vrouwen, als ze gingen trouwen, werden of waren bij wet handelingsonbekwaam. Dat betekent dat als zij een auto wilden kopen, dat ze dan een handtekening van een echtgenoot nodig hadden. Ze waren gewoon zelf niet in staat om dat te doen. Maar op het moment dat jij met een groep alleenstaande vrouwen bij elkaar kwam en je verenigde je en je koos uit je midden een leidster en je kon dat bezit wat je had, daar kon je zelf over beschikken. Je bouwde een eigen begijnhof. Ieder bouwde een eigen huis met een eigen poortgebouw. Je ontwikkelde een soort stadje in de stad, geheel zelfvoorzienend. Ja. We hadden hier een eigen bakkerij, een eigen brouwerij, een eigen hoenderij, een eigen visvijver. Stonden daar dan vrouwen in? Zeker, maar zij zullen ongetwijfeld ook mannen in dienst hebben gehad. Maar dat mocht? Jazeker. Met dit opmerkelijk stukje geschiedenis verlaten we Breda. Wij zetten koers richting Bergen-op-Zoom. Oh, wat een geweldige camper. Zullen we eens kijken? Hallo? Volk! Goedemiddag deze middag. Ik werd getroffen door Welkom in en... Landgoed Driessen. Melijn. Hey. Dat is Okkie. Dag Okkie. Hey. Eindelijk zie ik jou eens een keer, vriend. Tot zaterdag. Ja, we zijn aan de wandel. Echt waar. En het is wel bijzonder, wij hier allemaal halve brommers, scooters. We hebben een koppeltje Afrikaanse grashaaien, maar dan ben ik met mijn zodemieterd. Afrikaanse grashaaien? Zuid-Afrikaanse grashaaien. Zuid-Afrikaanse grashaaien. Ja, goed, ik zei, dat zijn tegen de mollen, maar je ziet wel, ze zijn vegetarisch. God. Dus dan ben ik flink mee in mijn vingers. Nee, maar dat maakt niet uit, ze mogen hier gewoon blijven. Ja. Zoals ja. Alle beesten. We hebben hier twee paarden, twee verkjes. Gaat het niet koud? Jawel. Ja, nee, dat zeg ik niet, maar het ziet er zomers uit. Het is toch gewoon goed weer? Klaar, het is 15 graden. Wat is nou koud? Nee, als ik het koud heb, dan ben ik moe. Nou, dat ben ik nou niet. Mooi, hè? Tja. Ja. En wat is dit? Ja, nee, hier doen de jongens op wachten, want die zitten dus intern. Welke jongens? Sorry, ik heb hier een dagbesteding voor jongens die dus achterlopen in de maatschappij, maar waar ik dus echt een mannen van maak, snap je? Aha. En wij doen er heel gedisciplineerd, ook ze zeggen op een onorthodoxe manier, telefoon leveren, klaar uit, en dan hier flink aan de gang gaan, voorwa, hoorwa. Nou, we zijn vandaag weer bol op bezig geweest. We hebben vanmiddag lekker rundvlees op. Want toen komen we eigenlijk laat. Maar goed, dat moet niet. Ik heb nog. Maar jongens, wacht even. Jongens die hier. Jij hebt hier mensen die je begeleidt. Ik begeleid jongens, ja. Ja. Die zitten dus intern en die komen dus hier met de taxi. Nou ja, Davy dan toevallig met zijn fiets. Die komen hier naartoe. Ja. En hoe is het? Zit er lekker zo, of niet dan? Ja. Nou, goed zo. Ga ze erop. Dan kan je het zo zien, Marlijn. Ik heb hier deze woning en gronden hierachter, die zijn van de gemeente. Die heb ik, die huur ik. En ik heb het huis, wat eerst dus anti-kraak was, heb ik helemaal woonbaar gemaakt op eigen kosten. De grond hierachter was een stortplaats en die heb ik dus helemaal ontgonnen. Dus elk paaltje, elk steentje wat hier ligt, is eigenlijk niet van mij, maar heb ik dus hier weggelegd. Ja. En ja, goed, sinds 8 jaar draai ik hier en het gaat hartstikke goed met die jongens. Alleen de gemeente is niet al te fijn bezig, maar daar willen we het nou niet over hebben. Jullie zijn er niet over gewoon. Kom. Gemeente doet het ingewikkeld. Nou, die willen maar niet uit hebben al 3 jaar. Voor niks. Want ze hebben hier dus deze gronden aangekocht, toen destijds. Ja. En dat was voor industrieterrein. Nou, industrieterrein komt er helemaal niet. En nou hebben ze een visie van 2040, Marlijn. 40.
En dan zouden ze mij nou voor op straat willen zetten? Dat klinkt gek. Voor niks. Ik knap hier van alles op, Merlijn. Dingetjes maken, echt die jongens dingetjes, want ik doe alleen maar jongens. Want ik zeg dus, in mijn visie is dus, jongens moeten begeleid worden door mannen. Meisjes, door vrouwen. Ik weet hoe een jongen denkt, ik weet hoe een jongen voelt, ik weet hoe een jongen in elkaar zit. Niet een meisje. En die seksen moeten gewoon uit elkaar halen. Goed. Is dat onze Massey Ferguson. Oh. Onze pussy magnet van 65 jaar oud. Zo, de knetter. Die jongens die gaan wel hard op dat ding. Oh, nee, als we op de skelter rijden, dan is dat twee dingen in. Ja, goed, ze hebben vanmorgen al hard gewerkt, Merlijn. Wat doen ze dan? Ze hebben de stallen gedaan, ze hebben de noten hier allemaal aan het oprapen. Ze zijn nog niet zo ver. Nou ja, ze zijn binnen allemaal bezig geweest. En nou, kom maar eens mee binnen kijken wat die gasten allemaal showen. Ja, leuk. Nou, goed, hier, dit zo, drum stellen. Nou, kijk nou toch. Een fotogame, een pooltafel, een tafelvoetbal. Ja. Non de knetter. Goed hoor. Ja. Waar komt dat vandaan dat jij dit allemaal wil doen en doet? En... Zal ik het gewoon even open tegen je vertellen? Ja. Ik ben vroeger als klein manneke best wel veel gepest. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik mijn eigen voorgenomen van... Dit wordt eens anders. Toen ben ik slager geworden. Toen ben ik uit gaan benen, want ik ben op hele vroege leeftijd met mijn 16 jaar op slachters in Breda gaan uitbenen. Dus ik werd groter, ik snap wat ik bedoel, ik werd sterker constant. Want ja, uitbenen is gewoon mee van het zwaarste beroep wat er bestaat. Ja. Nou goed, dan heb ik 13 jaar gedaan en ik groeide daarin en ik werd steeds sterker, eigenlijk als waar, maar ook tussen mijn oren. Toen heb ik mijn eigen horecazaak gehad op Wagenberg. Dat heette de Heksketel. Daar zijn we toen in 2004 met carnaval helaas helemaal verloren door brand. Oh. Dus een privé als zaken, dus we waren alles kwijt. Hm. En toen heb ik dus na die tijd mij even teruggetrokken, want ja, ik moest even die film verwerken natuurlijk. En toen ben ik gaan vrijwilligerswerk gaan doen bij SOFAC, Amarant, noem het maar op. En toen zag ik dus daar hoe dat die dagbesteding en zo allemaal te werk gaat. Toen kwam ik dus Bart tegen en ja, goed, wij hadden een andere visie om een dagbesteding te gaan... Gaan draaien, ja. Die anders was. En waar de jongens in groeien. Hey, want ik bedoel, op heel veel dagbestedingen worden ze dus klein gehouden. Omdat ze dus, ja, daar moeten blijven, als je snap ik bedoel. Ja. Hoeveel jongens heb jij dan hier op een nou, drukke dag? Drie, is genoeg. Ja, nee, dat kan ik. Ik zou mijn handen aan vol hebben. Oh ja, maar ze gaan goed en daar gaat het om. Ja. Hey, en ze vertrouwen mij en je bent duidelijk. Hey, en dat is al heel belangrijk natuurlijk, dat je duidelijk bent. Nou, en direct, ik ben heel direct, joh. Jij doet goed werk hier. Dat is het enige wat zeker is. Dankjewel. Ja, dan gaan wij toch weer verder sjouwen, baas. Ja, ik snap het. Mannen, houdoe, hè. Wat wil jij nog van het leven? Dit stukje grond hiernaast. Ja? Dit komt in 2022 vrij, dus het eind van het jaar komt dit vrij. En dan komt hier een nieuwe verhuurder op. Om daar een schitterende skelterbaan voor te maken voor jong en oud. En dat kan een trap zijn, maar dat kan ook elektrisch worden. Daar is de toekomst in, maar dat de buren in ieder geval geen last hebben. Maar dat wel kinderen, en dat kan ook volwassen zijn, hier kunnen skelteren, zo een prachtige skelterbaan maken. Schitterend. Mensen blij maken. Dat is het mooiste wat er is. Houdoe. Houdoe. Mensen helpen, daar gaat het om. Mensen helpen. Oh, en hier, kijk eens een mooi laantje. Het gaat schoon worden, ons wandelingetje. Kom op, Hockey.